Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 19 november. In het zuiden van het land is veel bewolking aanwezig. En vanmiddag wordt die bewolking dikker en gaat het enige tijd regenen. Elders schijnt vanochtend best wel af en toe zon. Het ziet er dus iets anders uit dan dit plaatje doet vermoeden. Temperaturen liggen zo rond de 11 tot 12 graden en er staat nog veel wind. Met name langs de kust is de wind nog hard tot stormachtig. Vanmiddag in het noorden en midden een enkele bui. In het zuiden dus flink wat regen en er kan lokaal veel water vallen. Ook vanavond valt er in Brabant en Limburg nog flink wat regen. Later in de avond wordt het wel geleidelijk aan droger. Temperaturen liggen rond de 10 tot 11 graden. Morgen halen we waarschijnlijk nog maar op een enkele plek 11 graden. Middagtemperaturen liggen dan over het algemeen rond de 9 graden. Er is wat zon en er vallen een paar buien. Het zuidoosten blijft wel gevoelig voor regen. In het weekend wordt het nog kouder. Temperaturen die komen uit op zo'n 5 tot 6 graden. Er vallen diverse buien en vooral op zaterdag staat er ook veel wind. Mogelijk in het oosten en zuidoosten van het land ook kans op natte sneeuw. Zondag en maandag ook dus vrij koud. Daarna gaat de temperatuur weer iets omhoog. Mijn naam is Raymond Glazen voor Weerplaza.